Hij dreigde de kinderbescherming te bellen om ze in te lichten dat ik stiekem bij hem was geweest. En hij zou je ook vertellen over die zoen, alleen dan dat ik hem begon te zoenen. En ik wist niet meer wat ik moest doen. Dus toen dacht je, ik stuur mijn moeder op hem af. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb haar verteld waar daarmee bezig was, ja. Omdat ik er zoveel stress van had. Maar ik heb haar niet op hem afgestuurd. Je kent het toch? Waarmee heeft ze me onder druk gezet? Dat weet ik niet, maar vergeet niet, hij begon ermee, hè? Hij chanteerde mij.